Voorzitter, een olietanker die zichzelf muurvast vaart op een zandplaat. Op het hoofd van zowel de kapitein als de stuurman staat een jolige VVD-pet. Al jarenlang. Maar ze roepen nu enthousiast, er moet wat gebeuren. Voorzitter, met excuses, maar dit is het beeld dat bij me opdoemde toen ik mij voorbereidde op dit debat. Toestand in de asielketen. We hebben er al jarenlang voor gewaarschuwd en wij zijn niet de enige. Maar inderdaad, het schip moet nu losgetrokken worden en een heel andere koers gaan varen. Voorzitter, het is nu tijd om in het asielsysteem eindelijk eens echt orde op zaken te stellen. En ik hoop van ganser harte dat de staatssecretaris daar ook in gaat slagen. Wij juichen het toe dat er nu een akkoord ligt. En wij zijn voorzichtig positief over het feit dat dit kabinet eindelijk bereid is om te kijken naar maatregelen om de instroom te beperken, nadat het jarenlang een soort taboe is geweest. We zien daar wel het nodige wensdenken in. 37.500 flexwoningen uit de grond stampen in 2 jaar tijd. En dit jaar nog even 20.000 statushouders aan een huis helpen. Ik vind het een fenomenale ambitie. Voorzitter, papier is geduldig, maar hoe denkt de minister dat te realiseren? En dan maar om daar een concrete vraag aan vast te koppelen. Hoeveel flexwoningen zijn er de achterliggende tijd eigenlijk gerealiseerd? En waarom wordt bijvoorbeeld niet ingezet op leegstaande kantoren? En een vraag aansluitend bij een vraag van D66. Is de staatssecretaris bereid om de Kamer maandelijks te rapporteren over de voortgang, de uitvoering en de effecten van dit akkoord? En dus ook van het aantal flexwoningen wat zo voortvarend gerealiseerd wordt. Wij hebben er, hoeveel is dat dan nog ongeveer? Een 5.000 per maand willen we de ambitie van dit jaar waarmaken. Voorzitter, voor een fundamentele koerswijziging is meer nodig. Ik doe de stuurman graag een paar concrete handreikingen. Bekijk eens hoe de eisen voor gezinshereniging kunnen worden aangescherpt en benut de ruimte die EU-richtlijnen bieden maximaal. Zoek bovendien voor steun voor aanpassingen van de EU-richtlijnen en internationale verdragen. Er is een begin mee gemaakt, maar er zal meer moeten gebeuren. Ten tweede, leg het aantal asielaanvragen voor 1 persoon aan banden. Nu kan men eindeloos doorprocederen, waardoor het systeem overbelast raakt. In de derde plaats, hou andere lidstaten aan de Dublin-verdragen en zet Dublin-claimanten weer uit na het eerste EU-land waar ze zijn aangekomen. Het is een beetje een onderbelicht gebleven punt, ook in dit akkoord. Daar zou meer aan gedaan kunnen worden. En ten vierde, overweeg een migratiequotum om grip te krijgen op de asielinstroom, zoals nu onderzocht wordt naar aanleiding van de motie Stoffer-Eertmans. Ik stel een reactie van de staatssecretaris op deze voorstellen op prijs. Voorzitter, gemeenten worden met de gevolgen van falend rijksbeleid opgescheept. Er komt een wet die gemeenten verantwoordelijk moet maken voor de asielopvang. En laten we daarbij vooropstellen dat altijd in goed overleg, op overeenstemming gericht overleg, met gemeenten moet worden gekomen tot opvang van asielzoekers. Geen dictaten van bovenaf dus. Dat werkt contraproductief. Wij moeten ons ook realiseren dat er heel wat wordt gevraagd van gemeenten en de samenleving bij de opvang van asielzoekers. Het is niet alleen het huisvesten, natuurlijk dat is het ook, maar het is ook werkgelegenheid. Zorgen voor inburgeringscursussen, voor taalonderwijs, voor zorg. Het moet allemaal geregeld worden, het ligt ook allemaal op het bordje van gemeenten. Mensen staan klaar om te helpen. We hebben het gezien aan de opvang van de Oekraïners, hoe soepel dat ging. Maar er zitten ook grenzen aan wat een gemeenschap kan dragen. Daarom de vraag, is de staatssecretaris bereid om in te zetten op kleinere opvanglocaties en een evenrediger verdeling over ons land? Voorzitter, tot slot, de SGP is voorstander van een menswaardige aanpak bij de opvang van asielzoekers. Dat betekent ook dat we niet elke migrant kunnen opvangen, omdat de echte vluchteling daarvan de dupe wordt. En daarover zal in de komende tijd het fundamentele debat voortgezet moeten worden. En hoe eerder, hoe liever.
Voorzitter, ik heb me enigszins verbaasd, als u mij dat nog toestaat, over het hameren op de juridische onmogelijkheid om maatregelen te nemen in de sfeer van de termijn van gezinshereniging. Ik zou daar ook nadrukkelijk het humanitaire aspect naast willen zetten. Als wij niet in staat zijn om de eerste melders adequaat op te vangen, hoe kunnen wij dan borgen dat wel hele gezinnen opgevangen kunnen? Dan maken we vanuit humanitair opzicht het probleem alleen maar groter. En ik denk dat het nodig is voor het debat om ook die aspecten mee te wegen. En dat zou ook kunnen betekenen dat je dan als verschillende politieke partijen toch iets meer langs zij kunt komen. En daar is het debat bij gebaat. Voorzitter, ik dank u wel.